De Pool Rafal Jaskiewicz zou op papier een hapklare brok moeten zijn voor Sugar Jackson, maar tot zover de theorie. De praktijk leert dat Jackson van bij het begin achteruit moet. Vier keer verdedigde de Ghanese Antwerpenaar met succes zijn Europese titel. Een nieuwe zege tegen de Pool zou betekenen dat hij amper één kamp verwijderd is van een gevecht om de wereldtitel. Het is in Polen duidelijk geen sugar time. In de derde ronde kan Sugar Jackson toch even de indruk wekken mee te kunnen met Jaskiewicz, maar die dominantie is van korte duur. We gaan dan naar de zevende ronde en dan gebeurt er dit. Jackson moet op de knieën. Na de knockdown wipt onze landgenoot snel weer recht, maar de puntenachterstand is dan te groot. De Pool houdt Jackson al bij al makkelijk af en wint verdiend op punten. De verhoopte kans op een wereldtitelgevecht en dus veel geld is plots heel ver weg voor Sugar Jackson. Jackson heeft bewezen dat hij aan de Europese top goed kan meedragen, dat hij de beste bokser is van 2007, 2008. Dat maakt niets uit, we moeten gewoon allemaal terug met ons voeten op de grond komen en harder gaan werken, maar juist.